We beroven gewoon iedereen, hè? We gaan gewoon iedereen's kamer in. We gaan met ze battelen. Daar hebben ze niks meer te vertellen. En dan nemen we ook nog al die items mee. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan lekker verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. Ja, de vorige aflevering was... Oh, ik heb er geen woorden meer voor, de vorige aflevering. Het was zo jammer wat daar gebeurde. Als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker even checken. En doe alvast even dat blauwe duimpje omhoog, hè, als je dit gewoon een leuk kanaal vindt. Doe gewoon ook gelijk even abonneren. Gewoon, weet je? Kan gewoon. De twee belangrijkste dingen van de Nuzlocke Challenge is dat als jouw Pokémon down is, dat je hem niet meer mag gebruiken in je spel, want dan is die dood. Je mag ook maar één Pokémon vangen per route. Dat zijn de twee belangrijkste dingen in een Nuzlocke Challenge. We krijgen hier te maken met een Slowpoke. Terwijl Sky het de laatste tijd best wel goed doet. Level 19 is onze Pidgeotto al. We gaan hard, we gaan goed. En we krijgen wel wat confusions nu op onze bakkers. Hoeveel damage doet dat? Dat valt best wel mee. We kunnen nog wel makkelijk één wing attack doen op Slowpoke. Hoppa. Die blijft lekker doorgaan met confusion. En het voordeel van deze Pidgeotto is dat die roost kent. Ik wil deze Pidgeotto nooit meer kwijt. Ik wil deze Pidgeotto denk ik voor altijd in mijn team houden. Want met roost healen we de helft van onze HP gewoon weer. Dus we zijn nu weer gewoon bijna vol. Dat is zo nice. Zo nice. Ik denk dat Pidgeotto en Eevee sowieso de twee Pokémon zijn die in mijn team gaan blijven tijdens deze hele Nuzlocke Challenge. We hebben ook dus een Nidorina. Die vind ik nice. Ik hoop dat ze een Nidoqueen gaat worden. Heel snel. Maar eerst moeten we haar natuurlijk alle goede moves leren. Dus dat duurt nog wel even. We hebben een Geodude die denk ik binnenkort wel in een Graveler gaat evolueren. We hebben Bellsprout. Oh, en dit gaat nu even niet zo goed met Sky. We moeten toch wel eventjes op blijven letten. Ik hoop dat we nog wel even één laatste keer deze Slowpoke... Ja, hoppa. We zijn inderdaad nu uit onze confusion. En we verslaan deze Slowpoke. Maar we hebben dus ook nog een Diglett. En ja, Diglett heeft gewoon heel weinig defense power. Dus ik ben benieuwd hoe lang Diglett het vol gaat houden. Ik hoop dat ik Diglett goed kan gebruiken in de volgende gym. En voor nu zet ik even Spruitje. Dat is onze Bellsprout. Die zet ik op de eerste plek. Want we zijn hier een klein beetje aan het trainen, jongens. We hebben daarboven nog een Mechanic staan. Hallo Mechanic. Eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat onze Diglett gaat evolueren naar Dugtrio. Dan kan die sowieso iets meer hebben. Voordat we hem echt gaan inzetten in battles. Hier in ieder geval een Magnemite. Ja, en dan Spruitje. Ja, dit... Ik weet niet of dit helemaal goed gaat. Maar we gaan het maar gewoon proberen. Ja, ik denk niet dat de Vine Whip heel veel pijn gaat doen. Nee, kijk, zie je, dat valt heel erg mee. Kom op, Eevee! Krijgen we een Thundershock op onze bakkes? Die kunnen we wel hebben blijkbaar met Eevee. Maar wij gaan nu de Sizzly Slide doen. Want Eevee die kent gewoon nu een water, een elektrische move en een Fire-type move. Dus het is echt super nice. En zo verslaan we die Magnemite dus inderdaad een stuk makkelijker. Dan duurt het allemaal niet zo lang. Steenkop, onze Geodude, groeit naar level 18. En dan moeten we nu tegen een Voltorb. Daar zou onze Diglett goed tegen zijn, maar nogmaals, ik durf Diglett nog niet zo heel erg in te zetten. Dus laten we maar gewoon met Eevee gaan voor een Sizzly Slide. Op de bakkes, bam, bam, bij Voltorb. Lekker hoor dit, 118 XP maar liefst. Spruitje groeit naar level 20, dat is onze Bellsprout. En ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, jongens. Ik ben heel benieuwd. Nee, ja, ik dacht misschien gaat of Geodude of Bellsprout wel evolueren. Maar daar is het blijkbaar nog geen tijd voor. Laten we Steenkop gebruiken, onze Geodude. We hebben bijna iedereen gehad hier. We hebben sowieso deze oude meneer nog niet gehad. Die oude mannen die zijn vaak wel goede trainers, volgens mij. In het vorige gebied had namelijk zo'n oude man een Eevee. En die deed het echt heel goed tegen mij. Die had wel verstand van battelen. Kijk, we krijgen nu te maken met een Vulpix. Die zijn we ook al een paar keer tegengekomen, maar die hebben we niet mogen vangen. En dat vind ik zo jammer, want Vulpix is zo tof. En dat had zo'n goede aanwinst geweest voor mijn team. Maar misschien krijgen we ooit nog een keer de kans. Want ik weet wel, er zijn inderdaad nog wel meer plekken waar ook een Vulpix is. En ondertussen zijn we confused. Ja, ik hoop dat alles goed gaat. Kom op. Ja, Rock Throw. Nice. Oeh, lekker. Super effective. Kablam. Nice hoor, 107 XP. En dan hebben we Wilco verslagen. Dat ging goed. Dat was een heerlijke super effective move, jongens. Dan hebben we daarboven nog een mannetje staan die we kunnen verslaan. Ja, en deze coach trainer moeten we ook nog zien te verslaan. Laten we eerst even voor deze guy gaan. Die zegt dat we niet mogen cheaten. Eddie gooit er een Nidorino uit. Dat had ook wel vet geweest als we Nidoking konden krijgen. Maar Nidoqueen is misschien beter voor je Nuzlocke Challenge. Omdat Nidoqueen een hogere defense heeft dan Nidoking. Nidoking heeft weer betere attack power. Dit is allemaal niet very effective, dus dat is nice. Doen wij even een Rock Throw. En met nog een Rock Throw hebben we Nidorino wel verslagen. Dat gaat wel lekker. Hij doet nog een keer Horn Attack. Ja, toppie. En dan doen wij nog een keer Rock Throw. Oké. Hij overleeft het. Dat doe je goed dan. Dat had ik niet verwacht. Double Kick. Ja, die is super effective.
Maar dit gaan we nog wel overleven. Lekker. En dan met een laatste rock throw hebben we deze guy verslagen. En we hebben niet gecheat, jongens. We hebben niet gecheat. Dus hij kan niet boos zijn op mij. Sky, onze Pidgeotto, naar level 20. Dan hebben we Eddie verslagen en hij zegt... Huh? Nee, dit klopt niet. Maar we hebben echt niet gecheat, jongen. Oh, is Diglett wat op het spoor? Diglett, heb je wat gevonden? Een golden raspberry. Ja, oh, die hadden we moeten hebben in de vorige aflevering. Dit doet echt nog steeds pijn. Ik ga heel even terug naar het Pokécenter. Om even mijn Pokémon te healen. En dan gaan we het opnemen tegen die coach trainer. Ik moet wel zeggen dat Diglett er echt super schattig uitziet. Hoe die zo achter je aanschuift. Voor deze coach trainer ga ik Eve inzetten. Want ja, ik wil deze battle natuurlijk gewoon winnen. Let's go, coach trainer. Die coach trainers die hebben altijd wel hele goede items die ze je geven. Soms geven ze je TM's. Waar je echt wel heel erg veel aan hebt. En dit is coach trainer Will. En die heeft een Reddit, hè? Oké, een coach trainer met een Reddit, hè? Nou ben ik heel erg benieuwd, hè? Misschien kent hij al Hyper Fang of zo. Hij gaat waarschijnlijk beginnen met Super Fang. En dan ga je Hyper Fang doen. Ik ga beginnen met Bouncy Bubble. Ik ben sneller. Dat is top. Kijk, ja, die Rattata, moet je zien, hè, hoe weinig HP er vanaf gaat. Hij begint met Crunch. Misschien had ik dan beter als eerst Buzzy Buzz kunnen doen. Ik kan natuurlijk ook Double Kick doen. Double Kick is wel super effectief. Dus laat ik die even proberen. Ja, oké. Okay. Het doet niet super veel damage. Nu doet hij nog een keer een Crunch. Dan ben ik bijna door de helft van mijn HP heen. Ga ik nog een keer Bouncy Bubble gebruiken, want daar krijg ik HP van terug. Dus dat is wel echt super lekker. Ik denk niet dat ik heel veel HP terugkrijg trouwens. Hoeveel HP krijg ik terug? 8. 8 HP. Dat is niet veel. We moeten nu echt op gaan passen. Ik ga nog een keer Bouncy Bubble doen, gewoon voor de zekerheid. Ik ben echt benieuwd, hè. Misschien komt hij straks wel met een all-out attack nu op het einde. Dat zou echt heel erg pijnlijk zijn. We hebben nu 37 HP. Nou, hij gaat nog steeds door met Crunch. Ja, dat is wel een goede aanval, hoor, die Crunch. Dat is best wel sterk. Als je een Raticate had, dan had hij het me heel erg moeilijk kunnen maken, denk ik, deze coach trainer. Maar omdat het een Rattata is, valt het nog wel mee. Valt er nog wel mee en hebben we toch die Rattata gewoon verslagen. En krijgen we hoeveel XP van deze Rattata? 107, ja, is niet superveel. Maar ik ben vooral benieuwd naar het item wat we gaan krijgen van deze coach trainer. En het item is... Oh, 5 Eevee Candies. Oh, dat is ook wel lekker. Eevee wordt veel sterker als je Eevee Candy aan je Eevee geeft. Dus dat is super nice. Even kijken, dan moeten we even naar de Candy Jar. Hier zie je dat we bijvoorbeeld Quick Candies, Health Candy, Mighty Candies hebben. Ik moet iets hebben wat de defense boost. En die moet ik dan Diglett geven. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga eerst mijn Eevee Candies geven aan Eevee. Hoppa. En je ziet wat er gebeurt. Op elke attribute, dus op de HP, attack, defense, overal komt 1 puntje bij. Dus dat is echt super nice. Dit moet je gewoon gelijk aan je Eevee geven op het moment dat je dit krijgt. Het ding alleen met de candies is dat je ze vooral verdient door Pokémon te vangen. En wij mogen gewoon niet veel Pokémon vangen. Dus door dit hele avontuur heen gaan we helemaal niet zoveel van die candies verdienen. Ik hoef geen Pokéballs en Great Balls te hebben, die heb ik zat. Ik denk dat het op zich wel handig is om gewoon lekker wat potions in te slaan. Doe er maar 15 van die super potions. En doe ook nog maar een stuk of 10 normale potions. Dankjewel. Kan ik al lures kopen? Ja, ik kan ook al lures kopen. Ik ga even gewoon flink wat items inslaan. Want we gaan natuurlijk op weg naar de SSN. En op de SSN kunnen we geen items kopen. Dus we hebben echt wel wat itempies nodig. Ik verwacht geen Burnials nodig te hebben. Maar toch, weet je, je kan ze maar hebben. Ja, en dan ben ik wel klaar hier zo. En dan gaan we richting de boot. Want we willen namelijk dit boompje omverzagen. Ja, en deze guy zegt ook... Yo, champ in the making. Hier is de Vermilion City Gym. Maar je moet eerst dat boompje zagen voordat je daar naartoe kan. En dat item daarvoor, dat krijgen we inderdaad van de kapitein op de SSN. Dus laten we daar lekker naartoe gaan. Laten we naar die boot gaan. Hallo, welkom op de SSN, maar niet zo snel. Heb je een ticket, meneertje? Ja, zeker hebben wij een ticket. Mogen we nu dan gewoon aan boord komen van de SSN? Oh, we zijn ook de 100ste gast, dus we krijgen een outfit. De Sailor Set. Oké, die gaan we aandoen. Kijk eens, wat zien we er tof uit. We passen helemaal bij de crew. Let's go. Let's go on board. Yay. Wow, wat een grote boot. Nou, dan gaan we hier ook maar eens flink battelen. Oh, Nuzzy is er ook. Die zegt, hey, Rikachu. Oh, yo man. Hallo, Nuzzy. Hij zegt, dankjewel voor de ticket. En daar komt Blue ook aangelopen. Yo. Blue, die zegt, ik verwachtte niet om jullie hier te zien. Blue is niet van plan om een cruise te gaan houden. Hij werd uitgenodigd voor een exclusief feestje voor trainers. Maar hij is er nu al klaar mee. Hij gaat iets met ons delen, namelijk de Shaler Sebel. Wat? Oké, okay, nou top, dankjewel. Hij wil het in ieder geval hebben over Team Rocket. Dat Team Rocket aan de weg aan het timmeren is. Het is een gevaarlijke groep.
En Blue gaat ze even achterna. Die gaat er even voor zorgen dat Team Rocket niet te ver gaat met alles wat ze aan het doen zijn. En Nussie zegt, als je Team Rocket tegenkomt, dan moet je mij gewoon bellen. Dan ga ik het wel even fixen voor je. Top, Nussie. Dank je. Hallo. Oh, hier kunnen we rusten. Dus dat is nice. Als ze een beetje down zijn van de battles, dan kunnen we hier dus chillen. Inmiddels zijn Spruitje en Eevee gewoon hetzelfde level. Ze zijn allebei level 20. En ook Sky is level 20. Gaat allemaal wel gelijk op. Ik zet Spruitje op plek nummer 1. Omdat hier denk ik best wel veel sailors zijn. En ik verwacht dat die allemaal water-Pokémon hebben. Dus ja. Hallo meneer. Die meneer wil gewoon lekker in bed liggen tijdens de trip. Helemaal goed, jongen. Moet je lekker doen. We gaan even beneden, Dex. Ik ben eigenlijk op zoek naar items gewoon. Items! Waarom liggen er nergens items? Diglett, kan jij even iets opgraven op deze boot? Hier liggen items. En hier is ook een mechanic. Dan denk ik dat we toch weer even terug moeten naar Eve. Aangezien Molloat gewoon nog niet sterk genoeg is. Ik wil heel graag dat hij een Dugtrio wordt in plaats van een Diglett. Voordat we echt aan battles gaan doen met Diglett. Engineer Dylan stuurt er een Magnemite uit. En hiervoor had ik heel graag een Vulpix in mijn team gehad. Maar helaas, die hebben we ook niet kunnen vangen. Dus doen we het maar gewoon met Sicily Slide. Bam! Dat werkt ook aardig goed, zoals je ziet. 116 XP. Bijna leveltje 21. Ja, en dat gaat nu wel gebeuren, want hij gaat nog een Magnemite eruit sturen. Die wij natuurlijk ook makkelijk kunnen fixen met Sicily Slide. Dat is geen enkel probleem voor Eevee, hoor, die Magnemites. Kablam! Wat een aanvallen kent die Eevee nu. Dat is niet normaal. Hoppa! Naar level 21. Dat is super. En die wil Swift leren. Nee, dat gaan we niet doen. Swift hoeven we niet te leren, Eevee. Zo, dan gaan we even al die items hier oppakken. Een Fool You, dankjewel. We beroven gewoon iedereen, hè. We gaan gewoon iedereen's kamer in. We gaan met ze battelen. Daar hebben ze niks meer te vertellen. En dan nemen we ook nog al die items mee. We zijn eigenlijk echt erg. Dat kan eigenlijk echt niet. We zijn gewoon een dief. En we kleden ons nog als zeeman ook, jongens. We zijn ook nog een soort van undercover. Dus we zijn geen eens een haar beter dan Team Rocket, joh. We zijn echt geen haar beter dan Team Rocket in deze outfit. En wat we allemaal aan het doen zijn. Sailor Yui. Hij heeft een Psyduck. En ik heb dus net inderdaad Spruitje op plek nummer 1 gezet. Want ik dacht al dat jij water-Pokémon zou hebben. Dus dat is een prooi voor onze Grass-type-Pokémon genaamd Spruitje. Come on, Fine Whip. Bam. Niet in één keer down. Confusion. Dat is niet leuk. Oeh. Gelukkig zijn we niet confused. Nog een keer Fine Whip. Bovenop Psyduck's bakkes. Hoppa. Maar die deed wel pijn, hè, die Confusion. Daar moeten we altijd wel voor uitkijken. Poliwag, dat is ook zo'n vervelende, nare Pokémon. Toch maar even switchen naar Sky nu dan. Daar is die, Poliwag. En dan gooien we even een Wing Attack eruit. Bam! Ik dacht dat hij ons zou gaan laten slapen. Maar dat doet hij niet, dus helemaal top. We kunnen... Oh, Watergun, nu ben je opeens sneller. Nu ben je opeens sneller, Poliwag. Hè? Tweede beurt ben je opeens sneller. Kom op, man. Bam! Doei. En wat ligt hier dan? We gaan ook even jouw item jatten. Een super potion. Ik denk dat hij die harder nodig heeft dan wij op dit moment. Maar goed, wij hebben overal scheid aan op dit moment. Ik voel me echt terror. Oké, volgende deurtje. Hallo, Fisherman. Heb je Magikarps? Fisherman Barney. Stuurt er een Goldeen uit. Ja, oké. Goldeen. Een water-Pokémon met iets hogere defense dan bijvoorbeeld Psyduck. Alhoewel, ik twijfel. Ik weet niet of dat wel zo is. Hij doet in ieder geval een Quick Attack. Dus even kijken hoeveel mijn Fine Whip doet. Ja. Twee Fine Whips en het is klaar met Goldeen. En nu zijn wij opeens sneller in de tweede beurt. Dat is gek, hè? Dat is echt gek. Maar oké, ik ben tevreden. En als tweede heeft hij Horsea. Ik vind Horsea echt leuk. Horsea vind ik wel een van de leukere watertype-Pokémon. En ik vind vooral Shiny Seadra vind ik echt vet. Die kleuren van Shiny Seadra zijn echt heel nice. Donkerblauw met een klein beetje rood. I love it. Horsea doet een Bubble Beam. Die kent blijkbaar alleen maar watertype attack. Die doet nog best wel veel pijn voor een wateraanval op een grastype Pokémon. Maar wij doen natuurlijk Fine Whip. En dan is het ook klaar met deze Horsea. Steenkop groeit naar level 19. Steenkop wil self-destruct leren. Nou, dat lijkt me nou niet echt een heel slim plan. Self-destruct in een Nuzlocke challenge. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik begin wel te merken dat het tijd wordt voor Spruitje om te evolueren. Want hij krijgt toch steeds meer moeite met zijn tegenstanders. Krijgt toch veel meer klappen omdat hij geen one-hit KO's kan doen. Dus ja, Spruitje, doe maar lekker evolueren binnenkort, oké? Zo, hoppa, zijn we ook weer geheeld. En dan gaan we nu deze kant op. Nee, hier hebben we niks te zoeken. Misschien hier zo. Zo, er staat een big ass Wigglytuff op bed. Haha. Hier dan. Ligt hier een item. Ook niet, hè? Oh, wel. Moeten we daar 3 trainers voor verslaan? Of 2? Dan moeten we denk ik 2 trainers voor verslaan. Ik denk dat die oma hier met haar dochter is. En zij is hier dan weer met haar zoontje. En we moeten moeder en zoontje denk ik verslaan. Beauty Nikki. Met een mooie rode jurk. Gooit er een Pidgey uit. Dit is niet echt ideaal voor Spruitje. Ik denk dat je het wel kan. Maar het is niet ideaal. Het is geen ideale matchup. Acid. Kijk, dat is meer dan de helft. Oh, die doet Roost. Ja, dan krijgt hij dus gewoon de helft van zijn HP weer terug. Ik hoop niet dat je dit blijft doen, anders wordt dit een hele lange battle, Pidgey. Als je mij nou 1 keer aanvalt met Quick Attack of zo. Oh, het doet een Mirror Move. En dan krijgen we ook een Acid. Top.
Dank je. Nou ja, alles beter dan Flying Type Attacks, dat is sowieso. Doen we nog een keer een asset en is het klaar met Pidgey, toch? Yes! Bye bye Pidgey. 84 XP is niet zo heel veel. Queen groeit naar level 20, dus dat is wel lekker. En Pikachu. Oh, wat grappig joh. Normaal gesproken zou ik Molot eruit sturen, maar dat durf ik toch niet aan. Dus ik ga dat maar even met Steenkop doen. Hey Pikachu! Vrouwelijke Pikachu. Dat zie je aan de staart. Als die wat meer puntig is, is het een mannelijke Pikachu. En heeft hij een beetje ronde vormen zo, dan... ja, dan is het een vrouw, jongens. Dat ging lekker, die Rock Throw. Dat ging top. Krijgen wij een Double Kick. Dat is nooit leuk voor een steentype Pokémon. Maar goed, Double Kick is gelukkig niet een super sterke aanval. Dus dat scheelt. En dan gooien we nog even een steen op de kop bij Pikachu. 180 XP. Molot groeit naar level 19. En dan hebben we Nicky verslagen. Eens even kijken hoor. Moeten we dan ook? Ja, dan moeten we ook nog met hem battelen. Ja, hij laat het niet op zich zitten dat we zijn moeder hebben genakt, hè. Nee, nee, dat zou ik ook niet doen, meneer. Ik zou het ook opnemen voor mijn moeder. Sowieso. Tyler, stuurt er een Mankey uit. Fighting type Pokémon. Altijd gevaarlijk. Daar moet je altijd voor oppassen. Die kunnen zomaar heel erg vervelend uit een hoekje komen. Dit zou op zich allemaal wel moeten lukken qua matchup. Maar het is opnieuw niet ideaal. En Karatechop is gewoon een goede aanval. Die is not very effective. Dat scheelt natuurlijk wel. Nou, oké, dit valt allemaal wel mee. Deze Mankey gaan we wel pakken. Ik had deze Mankey wel wat sterker verwacht. Maar, sorry Mankey, je valt een klein beetje tegen. Sorry. Sorry, my friend. 97 XP. Bijna weer een level omhoog voor Spruitje. En dan gaan we dit itempje maar eens oppakken. Ik heb dus twee van die hele battles gedaan voor een Paralyzed Heal. Ik had echt minimaal een Rare Candy verwacht. Maar nee hoor. Oké, we kunnen dus nu naar boven. En we kunnen hier naartoe. En, oh ja, laten we even hier naartoe gaan. Want dit is namelijk de keuken. Ze hebben hier allemaal lekkere berries. En in één van deze prullenbakken... Kijk, een tiny mushroom. Oh, nom 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 nom. Ligt hier nog meer op de grond? Kijk, ja, hier ligt nog een itempje. Een super repel. Niet dat wij die willen, denk ik. Maar ja, jongens, doe je best. Ik heb best wel honger eigenlijk. Dus maak even wat lekkers te eten voor ons dan. En dan gaan wij hier naar boven. En dan zijn we aangekomen bij eigenlijk het tweede en zo'n beetje het laatste deel van het schip. We kunnen hier naar rechts. We kunnen hier naar boven. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je Pokémon en Nintendo tof vindt. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/rickatchu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!